Ja, ik heb wel een beetje last van mijn voet. Wat heb je? Ik heb een beetje last van mijn voet. Heb je last van je voet? Ik heb een beetje last van mijn voet! Daar is die weer, daar is die weer, de masseerbeer. Oh, wat doen die spieren zeer, masseer, masseer, masseer. De masseerbeer, de masseerbeer, hij legt de kleedom verkeerd neer. Nog een zin die rijmt op eer, de masseerbeer. Ramon, er is zojuist iemand voor ons komen te staan. En hij lijkt verdacht veel op de insmeerbeer die wij in de zomer in ons programma Markt plus Ramon hebben gehad. Alleen het enige verschil op dit moment is dat hij een zweetband om heeft, maar dan wel steeds dezelfde zonnebril met duct tape op zijn gezicht. Ik weet niet waar je het over hebt. Insmeerbeer, allemaal dingen. Ik ben een masseerbeer. De masseerbeer. Ja. 3fm.nl/live om dit live te aanschouwen. Er staat een beer midden in Eibergen. Ja, voor als je last hebt van je voet. Daar komt de masseerbeer. Maar ook als je last hebt van een gespierde scheur of een gescheurde spier. Ja, nou Mark, dat komt mooi uit. Ja, dat is wel inderdaad. Nee, maar ik ben dus niet de insmeerbeer. Nee, ja. Sterker nog, ja, het is allemaal voor het goede doel. Dus ik heb ook iets bedacht. Elke keer als jullie insmeerbeer zeggen, betalen jullie 10 euro. Oh, en elke keer als wij? Ik per ongeluk insmeerbeer zeg, betalen jullie 10 euro. Oké, okay, nou, de eerste 10 is binnen. Tada! Wat mooi zeg. Ja, top. Maar wat is nu de bedoeling dan? Ja, als jullie het last hebben van je voet, dan kom ik om u te masseren. Oké. Nou, Ramon, ga liggen zou ik zeggen. Zie je hoe mooi ik nu de regie in handen neem? In één keer pakt hij de microfoon. Ja, inderdaad. Straks als de shift is afgelopen om 9 uur, kom ik even langs. Geef ik jullie een volledige behandeling. Nou, dat wordt leuk. En het leuke is, ik heb dus van een andere beer geleerd dat jullie van feitjes houden. Ja, ja, komt van die beer die niet genoemd mag worden, zeg maar. Ja. Oké, feitje. Feitje 1. Ja. In je voet zitten 19 spieren. Oké. Feitje 2. Oké, rustig. Op elke vierkante centimeter huid zitten zo'n 8 miljoen bacteriën! 8 miljoen! Ja, ja, dat is fijn om even te weten. Zit gewoon een Wikipedia-scherm in dat pak. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Nou, de masseerbeer dus. Ja, het was weer gezellig, denk ik. Dit is nog niet gemasseerd, hè? Maar dat komt dan later. Nee, dat komt later. Dat straks, hè? Dat doen we goed. Oké. Het was weer gezellig, maar ik smeer hem weer. Oké. Dag, masseerbeer. Dat was hij weer, dat was hij weer. Dag, meneer, de masseerbeer. Tot maar weer. Dag. De volgende keer de masseerbeer. VFM Serious Request, The Lifeline. Volg je ook via 3fm.nl.